Goedemiddag, welkom bij de Boerenbusiness Marktflits over de zuivelnoteringen. Het is u vast niet ontgaan, dinsdag heeft Friesland Campina weer een melkprijs bekendgemaakt. Die daalde met 1,25 euro naar 32 euro. Nou, wat is er aan de hand in de markt? De noteringen dalen en ook deze week zien we weer lagere zuivelnoteringen verschijnen. Voor boter, een min van 4 euro, zakt naar 302 euro per 100 kilogram. Dit houdt in dat er sinds week 11 ongeveer 40 euro van de prijs afgehaald is en dat is een slok op een borrel. Bij magere melkpoeder was die daling al eerder aan de gang gezet. Die blijft deze week stabiel op 185 euro per 100 kilogram melk. Maar u kunt op uw vingers natellen, een min van 40 euro bij boter, een min van 40 euro bij magere melkpoeder. Dat heeft een effect op de melkprijs. Volle melkpoeder, heel wat prijshoudender, noteert een 268 euro per 100 kilogram melk. Al met al laten de zuivelnotering nog altijd een dalende trend zien en blijft de markt redelijk zwak.